Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatarlock. Ik wou een Nuzlocke zeggen, dat is het ook, maar dan een Avatarlock met Sander van Gaming SB. Zoals jullie zien, ik ben grappig, maar ik ben man. De Grabbing Jacket! Oh, hij heeft de Grabbing Jacket aan, Hankaboom! Maar ik doe hem uit, want dat is te warm. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik heb wel De funnies van de Grabbing Jacket, nog steeds. Dat is fijn, dat is fijn. Die zitten nu aan me gekleefd, zeg maar. Ik moet zeggen, ik ben down bad, want ik heb nog maar 3 Pokémon. Not down bad. Ja, ik heb nog maar 3 Pokémon over om te gebruiken. Deze Chandelure die hier is, mag ik in ieder geval vangen. Daar ga ik ook voor. Maar verder wordt het wel... spannend verhaal. Ah, ik moet weer opnieuw Chandelure, want die kut de trio van Bianca heeft Chandelure gekild. Wat een vuile bitch. Ja, dat is ze. Vuile bitch zijn. Ja, dat is ze zeker. Ja, ja. Oh ja, ik heb die bug niet die jij wel hebt. Dat vind ik heel jammer. Hoezo? Je had die toch ook? Je had die toch ook? Nee. Ik had geen bug. Ja, ik heb wel een bug type, maar... Je had ook die Venipede toch, die ik heb? Nee, ja, ik bedoelde die bug van dat je licht hebt. Oh, die bug. Ah, ik dacht een bug Pokémon. Wacht, was Stollen niet dood gegaan? Ja, Stollen was dood gegaan. Volgens mij wel, ja. Was dat de enige? Ik had op moeten letten. Moet ik even snel kijken voor je? Ik bedoel, ik loop toch dik voor. Ja, maar als jij zegt van, goh, hé, ik heb toch niks beters te doen, toevallig. Het is niet alsof ik aan het opnemen ben met de beste gozer ter wereld. Ja, dan zou je dat... Ja, dat ben ik wel. Oh. Even kijken. Ja, alleen Weavile. Stollen. Oké. We go in zonder Stollen verder. Do we beat that? Oh. Nou. Nee. We hebben nu wel Stollen niet meer, dus Stollen zal niet meer smelten. Dus het kan wel op zich, denk ik, met dit team. Kibooming. Maar ja, moeten we even kijken of we daar tijd voor hebben. We moeten ook nog gym battles verslaan en zo, weet ik het. Heb ik poison al? Volgens mij niet. Of is, ja, Rollerpeed is ook poison, zeker. Chandelure, dat is wel ziek. Dat is heel ziek. Ja, of ik moet Joltik. Ja, dan doe ik maar Joltik. En dan Weavile. Weavile. Haha, snap je? Dat was eigenlijk zocht de grap gewoon nergens op. Maar dat maakt niet uit. Ja, nee, oké, gelukkig. Dat we dat allebei door hebben. Dan weet je dat je dus niet echt niet snapte, maar dat hij gewoon niet grappig was. Mm-hmm. Dan heb je niet dat je denkt, oh nee, mijn leven. Geestig. Oh, wat ben je toch ook geestig. Nou, jij bent geestig, ik heb de Grabbing Jacket aangehaald. Alles komt samen nu. Ja, ik vind het helemaal mooi. Oh, voor de mensen die afvragen, heb je ook weer datzelfde lolbroekje aan? Zit in de was. Zit in de was. Ja, precies. Inderdaad, nee. Hij zit in de was. Soms gebeurt dat. Kan gebeuren. Ja, misschien ook wel. Misschien ook wel, trouwens. Ik weet het oprecht. Ik weet niet welke broek ik toen aan had. Ja. Zo'n lichtblauwe? Ja, dat is bijna al mijn boeken. Oh, dit is zo'n trainering. Ken je dat, trainering? We houden van die trainering. Nou, dat dacht ik al. Denk jij? Jij houdt wel van zo'n trainering. Hetzelfde als met die TikTok van vandaag. Ik dacht al van, dit zou Milan nog wel eens een hele leuke TikTok kunnen vinden. En dat was ook zo. Oeh, Palk, ja zeker. Oh, 2 Regigiga. Yes. Poison is... is slecht om in te zetten tegen Psychic, toch? Ja. Ja, oké. Nou, dan doen we dat niet. Hé, hey, Electron heeft een dingetje. Summary? Aspearberry, ik weet niet wat dat doet. Iets Serene Grace, dat is wel goed volgens mij. Ja, dat is wel redelijk. Electroweb, volgens mij zijn dat echt cut moves. Maar dat maakt niet uit. Uh-oh. En Joltik evolueert ook zo... Oh! Ik let eventjes niet op je scherm. Meteen ga je helemaal dood door 2 dikke Regigigas. Wow, yo. Dikke fatshaming hier. Het zijn wel bulky guys. Dat klopt, ja. Op
om ze meteen dik te noemen. Ik weet niet of ze een stelletje samen zijn, maar het zijn sowieso alle twee kasten. Of ze eruit zijn gekomen, dat weet ik niet. Maar... ja. Wow. Ik snap hem. Maar? Ja, ik kom door die grabbing jacket. Ik kan gewoon niet dit even. Dit vind ik wel eng. Zo erg gaat exploden. Kaboom. Ja, hij gaat kaboom doen. Oh, niet eens. Hij doet zo'n screech. Toen deed ik van, nee, niet mijn defense. Oh, defense is oprecht kut trouwens als hij exploding gaat. Electroball, daar ben ik niet bang voor. Electroball. Meteen is volgens mij niet zo goed. Iets checken. Ik ben gewoon maar wat aan het checken, joh. Ik bedoel, ik kan maar beter checken dan niet checken. Ik denk dus dat hij nu gaat exploden. Want dat is logisch om dat nu te doen. Explodering? Ja, alleen ik weet dus niet of het slim is om nu te healen. Oh god, een rotation battle. Hij is sowieso battle. Eerst. Een rotation battle. Ja. He do be rotating. Die heeft de hoogste... ja, dat is denk ik wel deze guy. Oh nee, dat is quick. Huh. Maar nou, als hij niet explosion doet en ik ga naar quick, dan ben ik quick kwijt, vrees ik. Hij is ook nog 6 levels hoger. Last king. Maar ben je quack en quack dan ook kwijt? Of ik moet quick attack doen. Hopen dat het killt, maar ik denk niet dat het killt. Ik kan het wel proberen, maar het is en geen step en quick attack is kut. Dus ja. Sorry, daar quick attack. Daar is niks aan geloving. Ah, wat moet ik doen? Helemaal niks. Ja, dan blijf ik wel in leven, dat is waar. Ik ga quick attack doen. Ik denk dat de enige, de beste optie is. Oh, hij doet light screen. Nu kan ik hem quick attack en he dead, bro. He dead. En daar hou je van derde. Ligt eraan wie? Geen derde Phyrexians. Nee, dat vind ik niet leuk. Daar heb ik mijn best voor gedaan, hè. Om dat niet nu te... echt, te proberen. Dat was niet goed Nederlands lopende zin. Dat maakt ook niet uit, joh. Maar daarvoor ben ik ook de Engels koning. De Engels koningin? Ja, dat is Engels. Voor Engels koningin. Nee, voor Engels koning bedoel ik. Sorry. Oeh, een waterige staart. Zo'n aquatailing? Dat is toch die guy van Sonic? Alleen dan water. Ja, aquatails. Knap hem. Ga jij de gym leadering verslaan? Nee, want ik dacht dus dit is de guy. Het is niet toch de guy. Ding. Ik weet niet hoe deze gym puzzel werkt, want ik kan dus niks zien. Nee, jij kon wel alles zien. Jij bent zo blinding. Ja. Ja. Ik wou heel boos worden, maar toen dacht ik, nee. Je bent de moeite niet waard. Oké. Nee, dat weet ik echt niet. Nee, ja, dat je dat maar weet. Misschien moet ik hem eventjes de experience share geven. Wie heeft de experience share? Jij ja, heeft een experience. Ja, dat is nu te laat. Te laat, ding. Ik kan best weer gewoon Phyrexian, want dat is gewoon zo'n... Weer zo'n 2 Regigigas'en. Ja, dat is fucking irritant. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ze hebben ook geen slow start natuurlijk. Nope. Dus runnen wordt ook best wel lastig. Yep. Terwijl normaal is dat super easy, want speed gehalveerd. Basculin, more like Bascule. Legion. Dood? Huh? Bascule dood, oké. Okay. Ja. Oké, even zo'n experience share. Die heeft de derde wet. En dan doe ik zo. Give. En dan. Kabooming. Kabooming. Ken je dat?
Je kan hem tegenwoordig, of in deze game kan je items moven van Pokémon's. Dus dan kan je bij Pokémon die een item heeft. Ga eens naar Joltik. En dan druk je item. En dan move. En dan kan je hem zo aan iemand anders geven. Jij bent zo'n held. Je bent mijn rockster, mijn... je bent mijn beste vriend. Ken je dat liedje? Volgens mij wel. Nu wel. Ja, dat is jammer. Ik heb medelijden met je. Ik pinch je met de trap. Niet pinch je met een trap, kom op. Dat vind ik een beetje lullig. Jawel. Ja, er bestaan wel lulligere dingen. Ja, ik wou net zeggen. Fuck. Waarom kan ik niks eigenlijk? Tja, dat is de vraag. De vraag van vandaag. Echt hoor. Ik snap deze gym puzzel niet. Oh, zie je. Ik heb iets verneukt. Huh? Oh, je kunt hier... Oh... Oh nee. Je kunt die naar boven. Ja, als je die bug hebt, was dat wel handig geweest. Nee! Dat is zo'n trainering. Op zich is dat ook niet verkeerd, want ik ben fucking low leveled. Maar ik ben nu eventjes drukker bezig met... Twee van die stunnige visken. Hou op. Ik word boos van stunvis. Oh ja. Dat was ik zo... Oh, hier moet ik niet eens zijn. Wat is daar dan? Ik weet niet waar je moet zijn. Ik denk dat jij deze games beter kent. Rechts onderin zijn. En dan met zo'n paarse rollerbank omlaag. Zeg ik dat goed? Dit is links onderin trouwens. Nee, maar ik zei rechts onderin. Ja, dat weet ik. Maar ik zei tegen mezelf, dit is links, hè. Zo van, je bent dom. Dat durf ik nooit tegen je te zeggen, Sander. Nee, maar ik wel. Tegen mezelf. Palkia? Die ken ik. Palkia Pikanto? Is die niet van die Shinings? Was het maar van die Shinings. Dan had ik hier niet zachtjes gedaan. Nou, volgens mij is dat wel... Want dat is ook van die Pearl. Oh, Pearl. Ja. Ik denk dat mijn stunfish dood is. Dat is wel kut. Niet de HM. Nee, maar de ding. Karaoke morning. Dat is wel ziek. Ursaluna. Wat? Er was één Swift? Oh, wat kut dit. I do not like this thing. Zoals ze in het Engels zouden zeggen. Nog één keer. Het is natuurlijk een Ninjask. Dat is de reden waarom het... Oh, nee. Fuck. Het is... Oh, Quick. Nee, crit. Quick. Een crit. Dat is zo zuur. Yep. Ik denk dat deze Espeon mijn dood gaat zijn. Nee, ik weet dat ik dat heel vaak zeg, maar... Ik denk dat Virizion, ondanks dat het een fighting Pokémon is, best wel wat kan teken. Ja, maar hij heeft Future Sight, hè? Dus hij krijgt... Ja, oké. Okay. Ik denk dat hij letterlijk nu de Future Sight komt eraan. Ja, ik had moeten trainen. Maar Croaky wil ik echt niet. Of ik moet Electron opofferen. Ah, niet Staravia. Ik wil niemand opofferen. Ik wil niemand opofferen. Dan ga ik zelfs Electron niet. Ja, Virizion is wel... Ja. Als ik Virizion kwijt ben, dan kan ik het echt vergeten. Ja. Dan wordt het wel lastig, ja. Electron resist wel, maar hij is wel level 15. Had Quick zulke lage... Defense? Nee, Quick had... Quick was ook nog degene met de hoogste defense. Oh, ik ben dood.
Ja, op Virizion na. Als ik Virizion kwijt ben, dan... Ik denk dat ik Whiteout ga... Ik zei even voor context voor de kijkers. Ik zei van tevoren, Sander vroeg aan mij, hoeveel afleveringen gaan we doen? Ik zei van, ja, 3 of 4. Of ik white. Eén van de twee. Ja, maar plot twist, ik white. Ja, ik moet wel healen. Maar ik krijg ook nog die future sight. Psybeam en future sight. Ik weet dat future sight gedaan heeft, dus hij moet er zo aankomen. Ja. Ah, kut. Psybeam doet meer dan super potion. Ik heb een psychic weakness. Of hoe Paddy het zou noemen. Spikic weakness. Spikic weakness. Ik kan healen. Ik weet niet of... Ik denk dat... Ja. Ja. Oké, opnieuw future sight. In principe is het... gunstig, want hij heeft volgens mij maar 1 Pokémon. Kut, Psybeam. Oké, hij heeft overleefd. Ben je sneller? Quick Attack. Nee, ik denk wel dat het werkt. Yes, nice. Lekker, Sander. Dit was wel heftig, hoor. Dit was wel heftig. Ja, Nee! Huh? Ik wist helemaal niet dat het zo werkte. Hij heeft wel nog een Pokémon. Oh nee! Nou, niet lachen. Ja, maar dit is ook niet omdat ik het leuk vind. Dit is echt van, what the fuck. Ik wil niet meer. Mijn Nectarik ook nog. Waarom let ik ook niet op? Ja, laat ik Croaky inzetten op mijn Nectarik. Ja, nee, dat is slim. Oh, ik ben ook echt zo dom. Oh. Ja, doe maar quick attack. Ik ben toch al dood. Nee. Oh ja, doe even spark. Wel slim om hem te proberen te poisonen. Tuurlijk, doe even een crit. Ja, is fijn. Oh ja, dat helpt niks. Ik denk oprecht dat ik dood ga. Dat zou zeer sad zijn. Wat moet ik doen? Oh, dit is... Maar mijn Nectarik is ook echt een kut Pokémon voor jou. Ja. Ik denk ook dat je dood gaat. Ja, ik denk ook dat je dood gaat, Sander. Sorry. Maar je hebt nog wel Pokémon gewoon... in de box, toch? Als ik gewoon het verschil tussen niks en rechts had geweten wat er nu gebeurd is. Dat is zeer zeker waar. Ja, dit... Nee, ja, ik ben al mijn goede Pokémon kwijt. Ik heb een Cacnea. Ik heb een Mudslap. Oeh, dat... Please. Hoe meer Pokémon het overleven, hoe beter. Een Curacivel, oké. Oké, ik denk... Waarom een beetje geluk. Niet dat ik het je gun, maar waarom doen ze geen elektrische aanvallen? Heeft hij die niet? Ik zou het is hij Dragon Flying of Dragon Psychic? Dragon Psychic, toch? Ja. Ik zat eventjes... mijn Nectarik is toch... Nee, ik moet tegen laat deels. Ja, dood. Ja, wat moet ik... ik kan niet veel anders proberen. Dus... is het verstandig om nu... Whirlpeed te healen? Of niet? Of Double Team? Double Team kan je doen, alleen het probleem is... Double Wel Team is evasiveness erg. En niet accuracy. Dus nee, als klopt. Ding is dan dood is, dan heb je er niks aan.
Ja, je hebt gelijk. Please do quick attack of iets. Avoid it. Ga ik dubbel team? Je hebt er wel iets aan natuurlijk. Zijn evasiveness is gelaagd. En als mijn accuracy dan ook nog omhoog gaat. Is op zich wel... Jouw evasiveness gaat omhoog. En zijn accuracy gaat omhoog. Ja, oh ja, dat bedoelde ik. Flinched. Ik zou wing attack doen, denk ik. Ja, wel ik denk wing attack. Ik denk dat wing attack meer damage doet dan quick attack. Oh, dat is echt heel triest. Quick attack dan maar. Maar hij mist nu wel steeds meer. Oh, Spark. Ja! Hij mist. Oh, deze heb je echt gecheesed. Heel nice. Als deze aflevering zo af is, zou ik als ik jou was, want je moet nu eerst sowieso nieuwe Pokémon gaan pakken. Ja. Heel eventjes wat levels geven aan je Pokémans. Pokémonings. Ja. Pokémonings. Ik weet alleen niet of ik naar rechts of naar links moet. Ik weet nu ook de uitgang niet meer. Snipe je pokje. Ja. Beneden. Ja. Oh ja. Top. Nee, niet top. Daar links. Links bovenin. Daar zit hij. Dat is rechts. Weet ik. Maar ik had hem al ingedrukt voordat je dat zei. Oh jee. Linksboven. Oh, ja, ik dacht dat hem was, maar... Het is gewoon een kut gym, laten we daarop houden. Ja. Hier nou. Oh ja, dat ziet er goed uit. Oh. Nee, dit is die bitch. Oh. Ik heb het probleem dat ik niet weet waar ik naartoe moet, dat is echt irritant. Zal ik je eens wat leuks vertellen? Ik heb datzelfde probleem. Oh, dit is volgens mij goed. Volgens mij kwam ik hier vandaan. Ja, ja, ja. Deze is het. Hoop ik. Kutzooi. Nee, dus weer. Oh, naar boven, naar links, naar beneden. Naar boven? Nee, 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 kut. Nee, nee. Ja. Oh, twee Palkia's. Gezellig. I hating my life, heen. Ja, maar je hebt nog Pokémon over, Sander. Ik ben wel blij dat ik in ieder geval deze twee over heb. Snap ik. Kom op, is dit het einde? Al had ik graag die Electric Type ook wel over willen houden, maar ja. Ik had daar at the moment echt helemaal niks aan, dus ik moest wel. Nice. Zeg maar, in de gym had ik het zelf alleen maar lastig gemaakt als ik niet naar Joltik uit was gegaan. Klopt. Ik denk dat ik dan helemaal verloren had. Omdat dan... Mm-hmm. Dus ja. Ja, ik had even de vorige aflevering goed voor... Of vorige keer deze aflevering goed voor moeten bereiden. Ja, misschien wel, maar dat geeft niks. Kan gebeuren zonder. Ik heb iets met randomizer niet goed gedaan, alleen maar mails. Mm. Ja. Ultra Ball Links. Misschien kan ik Electric Type nog krijgen, want je hebt Lantern natuurlijk. En je hebt... heb je Ice? Electric? Nee, die heb je niet. Ja, en je een 8 of zo. Ja, nee, op zich niet heel veel keuzes. Wat is beter? Kijk, hier kan ik volgens mij die Relic Phase betalen. Hier, Relic Phase. 50.000 poker dollars. Ja, die heb ik nu wel nodig.
Ja, daar kom je binnenkort ook, want jij hebt ook van dat soort rare items gevonden. Dat klopt, toch? Maar ik ben daar toch nog lang niet. Jij loopt toch echt nee, dat is waar, maar Sand, komt toch. Maar ik vind het wel fijn dat je zo positief benadert. Ik bedoel, jij hebt allemaal. Kijk nou wat met wat voor Pokémon ik het moet doen, Sander. Dit is mijn team. Ursaring en geestig is wel power, though. Ja, Ursaring weet ik nog niet zo of dat power Pannenkoek is. Pannenkoek ook wel. Sokka, wait up! Ja, Sokka. Wait is up. Ja, ik had het. Clanging, clanging. Ik weet dus ook niet hoe hoog levels ze hier zijn. Oh, is dit niet ook een encounter meteen? Oh, wacht, dat is niet hoe deze game werkt. Maar dat is wel een hoe Avatar Lock werkt. Maar een Huntail. Geen Pokéball zeker. Oh, dat valt me nog mee. Dit is de original tuinslang. Volgens mij. Oh nee, dat was... Gyarados. Nee, never mind. Dat was Gyarados, maar... Dat was een serie die ik al nooit afgemaakt had. Color Change. Ik ben daar niet heel erg blij mee op zich. Ondanks dat het voor nu wel handig is, want dan kan ik gewoon bug en daarna poison. En daarna weer dark. Niet dat dark super effective is op poison, maar... Oh wacht, dan ga ik hem verslaan. Ja, ja, je misschien mag hem toch vangen als je hem nog een keer tegenkomt. Oeh, veel, dat is een crit. Veel nog mee. Als dat al een crit was. Go Pokéball! Wacht even. Ik wacht even. Kut. Helaas. Ik hoopte dat hij twee keer shakte, want dan kon ik weer praten. Daarover gesproken, heb je al de nieuwe 4-way of 2 tegen 2 gezien? Hij duurde echt een uur. Jezus. Ja, dat duurt bij hun toch heel vaak, of niet? Ja, dat klopt. De eerste aflevering is wel vaker lang. Maar dat geeft niet, dat is wel mooi. Ik vind het wel leuk met Shady Penguin. Ik vind ja, het wel klopt. Al vind ik het met Patters ook wel leuk, hoor. Ik heb meer met Shady dan. Game Boy Luke, trouwens. Het was wel te laat, maar het werkte wel. Gek genoeg. Het was een mentale Game Boy Luke of zo. Ja. Kom dat we het over hem hadden. Vindt hij leuk. Precies, hè. Mag ik hem gewoon tuinslang noemen? Dit is natuurlijk te iconisch. Zullen wij de aflevering zo beëindigen, Sander? Ja, doe maar. Oké, dan ga ik nog even healen. Nu is mijn volgende intro moment helemaal niet logisch. Trouwens. Oh, sad. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Black and White 2. Avatar Lock. Adios, amigos. Yeah.